NOS Studio Sport. Goedenavond, we hebben nog een half uur motorsport. Vandaag waren in Assen de TT-races. En we hebben een overzicht van de wedstrijden in alle categorieën. U hoort daarbij als commentatoren afwisselend Hans Briand en Hans Kiewiet. We beginnen met de 80cc-race. Dit is Stefan Dörflinger, de regerend wereldkampioen in de 80 kubieke centimeter klasse. En daar met nummer 6 is Ian McConachy, de tweede man die op een Krauser rijdt. Sinds kort een fabriekskrauser, omdat McConachy, een jongen uit een talentrijke Engelse school, in Rijeka op de grote prijs van Joegoslavië vorige week een derde plaats behaalde. De tegenstanders bestaan uit de derbies van met name Martinez en Herreros. Martinez van pole position, maar hij is niet het snelste weg. Dat is Pier Paolo Bianchi. Voor de derbies van Martinez en Herreros. Ook voorin Hans Spaan, die een uitstekende startpositie wist te veroveren. En nog problemen had bij het inrijden, waar hij een spijker in zijn band kreeg. Maar dat werd allemaal opgelost en Spaan ging voorin mee weg. Dörflinger is op het circuit in Assen niet altijd even gelukkig. En bovendien heeft hij het probleem dit jaar dat de derbies erg goed werken. Kijkt u maar, hier Martinez. Een uitstekend coureur die tot nu toe al 3 grote prijzen van dit seizoen voor zich opeiste. En hij is hier gewoon al even vertrokken. Derby heeft veel aan de motors gedaan dit jaar. Een FEMSA ontwikkelde speciale ontsteking met een Powerjet carburator. En dat merk je, Krauser heeft wat in moeten leveren aan snelheid. Dat is Manuel Herreros. Daarachter met nummer 10 Hans Spaan. En daarachter Stefan Dörflinger, die toch aansluiting vindt. Maar u weet het, op het circuit in Assen is hij meestal weinig succesvol. Hij is hier regelmatig afgestapt. Nu op de 4e plaats in die 16 ronde van de 80 kubieke centimeter klasse. Hier de poging van Dörflinger om voorbij te gaan. Daar verliest hij dus even wat vermogen en daarom kan Hans Spaan doorgaan. Hans Spaan, die ook over Herreros heen gaat en daar zowaar de 2e plaats pakt op zijn Nederlands-Portugees machine, op zijn Huvo Casal. Nogmaals een aanval op die 2e plek, maar Herreros is net iets sneller. Dörflinger maakt dan een uitstekende tijd, de snelste rondetijd. Maar ja, dat zegt niet alles, want voor hem ligt Martinez en die is gewoon weg. 2 derbies dus vooraan, dan de Krauser en de Huvo Casal. ...30 pk ongeveer die machientjes, watergekoelde 2 takten, 6 versnellingen uiteraard. En hier met nummer 6 Ian McConachy. Hij had een zwakke start, kwam vrij laat op dreef, begon met een 15e plaats in de eerste ronde, maar ik zei het al, in Rijeka presteerde hij wat en hier doet hij het weer. Hij begint aan een geweldige inhaalrace en heeft hier de 2e plaats overgenomen. En is zelfs los van de derby van Herreros op weg, op jacht zou je zeggen, naar de 1e plaats. Naar Martinez. Volgorde dan Martinez, McConachy, Herreros, Hans Spaan, Stefan Dörflinger. Dat zijn de mannen aan de kop. Martinez en McConachy. Zal hij er voorbij kunnen komen? En dat doet hij. Hij knijpt iets later in de remmen, heeft de ideale lijnen, gaat binnendoor bij Martinez. En dat is natuurlijk een geweldige sensatie. 2 ronden nog te rijden en de mogelijkheid voor deze man om zijn eerste Grand Prix zegen te halen. Martinez won in 84 hier alles in Assen. Hij is een geroutineerde jongen, maar wat McConachy hier doet, slaat alles. Helemaal weg. Achterblijvers lappend en op weg naar mogelijk een zege. Maar is hij koelbloedig genoeg om het karwei nu af te maken? Hier gaat hij. En ja,
U ziet het, hij trekt zelf de motorfiets onder zich vandaan. Er gebeurt helemaal niets. Maar gebeurd is het natuurlijk wel, zelfs als hij de fiets weer op het parcours in de Drentse hei weet te krijgen. Martinez is dan al lang door. En dat is natuurlijk heel gunstig, want dat betekent dat zijn stalgenoot Herreros weer naar de tweede plaats schuift. Twee derbies dus voorop. En het is natuurlijk heel leuk voor Hans Spaan, want die zal dan een derde plaats kunnen halen. En daar weer achter Angel Nieto, de oude vos, de veelvoudige wereldkampioen, die dan voor het derde derby succes zorgt. Dit is drama, Ian McConaghy, hij verwijt zichzelf van alles, want het was natuurlijk niet nodig. Zo dicht bij het einde, een kilometer of 9 nog te rijden van een totaal van 73. En hier ging hij de fout in, hij trekt de machine zelf onderuit. En hoe val breken moet, dat weet hij ook, dat kunnen we hier zien. Martinez natuurlijk rustig door, handje omhoog. Hij finisht als eerste voor zijn stalgenoot Herreros. Hans Spaan, een voortreffelijke derde plaats. Angel Nieto en Stefan Dörflinger. En daarna nog Gert Weibel op een zesde plaats. En u ziet de verschillen zijn nog vrij groot. 9 seconden, 11 seconden, 18, 20 seconden en 32. En de pechvogel is Ian McConaghy. Dit is de winnaar, Martinez, die natuurlijk ook de stand om het wereldkampioenschap blijft aanvoeren. 72 punten voor hem, Herreros 59 en ook Hans Spaan met zijn derde plaats blijft goed meetellen. Bij de 250 kubieke centimeter klasse is Carlos Lavado de man die het moet doen, nu Freddy Spencer zich uit deze klasse heeft teruggetrokken. Hij is regerend wereldkampioen, maar in het geheel niet aanwezig vanwege een operatie die hij zojuist heeft ondergaan. Lavado dus de man, maar is hij ook goed weg? De concurrentie moet komen van Mang en Wiemer, maar Wiemer, u ziet hem helemaal achterin, blijft staan, notabene op een tweede startpositie. En dat is heel erg als je dat gebeurt voor in zo'n start, omdat de rondetijden zo ongelooflijk dicht bij elkaar lijken. Hier zag u hem even met nummer 4 Wiemer, helemaal achterin het veld. En dan heb je rondelang nodig om kleine beetjes af te puizelen van je gigantische achterstand die je dan bij de start al hebt opgelopen. Voorop Fausto Ricci. Hij was het snelst weg, de Italiaan, maar onmiddellijk de hete lucht van Carlos Lavado in de nek. Daarachter Danny McLeod en Sito Pons. Dat is de volgorde. Lavado voorbij Ricci, kijkt een keer om en weet dan dat hij weg kan gaan. Want wat tot nu toe in de meeste Grand Prix gebeurde, hier het voorbijgaan, nog een keer het binnendoorsteken van de Yamaha van Lavado, en Ricci is gepasseerd. Lavado is dan weg en de strijd daarachter gaat tussen deze mannen. Sito Pons, Danny McLeod, dat zijn de belagers en uiteraard Ricci. Dit is Ricci die weer de tweede plaats pakt. Mang en Wiemer, slechte start. Van hen moest het geweld komen. Zij zijn de mannen die met elkaar voorin het voor een boeiend spektakel kunnen zorgen. Dat gebeurde een week geleden in Rijeka bij de grote prijs van Joegoslavië ook niet. Want daar waren de favorieten, gingen eraf. Wiemer moest eraf. Mang had problemen. En ook Lavado. Dus iedereen verwachtte dat het in Assen goed zou komen. Maar nogmaals, het ontbreken van Mang en Wiemer voorin speelt Lavado in de kaart. Hij kan gewoon weg. Hier ziet u het verschil, zijn voorsprong. Met daarachter het groepje aangevoerd door Pons. Met Ricci daartussenin en daarachter Danny McLeod. En daar komt dan Anton Mang aan. Die is aan een geweldige inhaalrace bezig. Stukje bij beetje komt hij dichterbij. Met nummer 2, hier ziet u hem. En let u nou op, er zitten 3 man voor. En we zien er nu nog maar 2. En dat betekent dat Fausto Ricci daar rechtdoor gegaan is. En de tweede plaats voor Sito Pons is. Maar zal die kunnen houden nu Mang eenmaal in gaat halen. Met 17 en 10. Ook 2 grote mannen uit deze groep. Jean-François Baldé en Cornu. Dat is Mang. Op weg naar een tweede positie achter Carlos Lavado. En dat betekent voor Mang altijd 12 punten. En na zo'n start is hij daar natuurlijk blij mee. En ja, wat moet Lavado doen? Gewoon weinig risico's nemen. Want voor hem heeft dit circuit ook vele herinneringen. Winst, dat wel. Maar ook regelmatig valpartijen.
Dus die denkt, ik neem de ideale lijn, weinig risico en mijn voorsprong is groot genoeg. Mang op de tweede plaats. Pons derde, Danny McLeod vierde, Jean-François Baldé vijf en Jacques Cornu zesde. En het verschil is duidelijk. Daar is Martin Wiemer. Hij zit vlak achter Dominique Sarron, die zal gaan lappen. En komt dan helemaal achteruit het veld toch nog naar de kop toe. Jammer dat die jongen zo slecht start. Juist op een moment waarop het met de Yamaha's zo goed gaat. Ze hebben het vermogen, de achterstand op Honda ingehaald. En de topsnelheden en de trekkracht zijn praktisch gelijk aan die van de Honda. En daar moet hij hier gebruik van maken. Maar dat kun je natuurlijk niet als je zo slecht start. Hij is echt heel snel, die Martin Wiemer. 250 kilometer haalde hij op het rechte eind in Monza. Maar dit kan hij niet bijhouden. Carlos Lavado wint simpel en eenvoudig voor Anton Mang. En de derde man die u hier een handje ziet krijgen en die onderuit gaat, dat is dus Pons. Die raakte even het wiel van Mang. Vierde wordt de man met nummer 15. Donny McLeod. En dit is de stand voor het wereldkampioenschap, waarin Lavado zijn voorsprong op Mang weer iets uitbouwde. De 125 kubieke centimeter dan. In Assen, waar meer dan 140.000 bezoekers waren. Onwaarschijnlijk imposant. 125 cc, een Italiaanse aangelegenheid. En dat zou het ook vandaag in Assen weer worden. Gresini, de regerend wereldkampioen met slecht nummer 1. Zijn teamgenoot Luca Cadalora met slecht nummer 22. Ezo Gianola, ook dat is een Italiaan met slecht nummer 4. En August Auinger, de Oostenrijker, wat bedeesder mens, ook al een wat oudere man, die al een aantal jaren zich manifesteert in die klasse 125 kubieke centimeter. Dat is het heel spannend. Kleine machientjes, lichte machientjes, twee cilinders, wegen zo'n 75 kilo. Proberen 47 paardenkrachten over te dragen op het asfalt en dat geeft dan topsnelheden van rond de 225 km per uur. En dat is voorwaar niet gering.